twijfel jij nog of je wel of niet wil gaan starten. Bij de Academie voor Vaart en Life Coaching. Laat mij dan vertellen waarom jij kiest voor deze opleiding. Ik was op zoek naar een opleiding met meer diepgang. Ik had al een basisopleiding gevolgd voor coachen met paarden. Maar de echte coachingstools, die miste ik. En wanneer zet je welke tool in? Er waren heel veel mogelijkheden. De essentie coachmodel, dilemma coaching, psychologisch pionnenspel, het model van Beetsen. En daarbij zijn deze modellen in te zetten met paard en zonder paard. Hoe heb ik de opleiding ervaren? Ik vond het pittig, heel pittig. Ik heb een gezin met 4 kinderen. Daarnaast had ik een baan waarin ik werkte 32 uur. En dan de opleiding volgen, dat was een uitdaging. Zakenman, ik heb gedacht, ik stop ermee. Uiteraard was dit gewoon een dikke confrontatie met mezelf. En kijken of ik kon volhouden, doorzetten, hield of dat ik zou afhaken. Ik zette door met het gewenste resultaat. Ik haalde mijn diploma. Ook leerde ik tijdens de opleiding wat mijn eigen leerstijl was. En wat ik daarin mijn voorkeur had. Ook kwam ik erachter dat er meerdere verschillende mogelijkheden zijn met welke stijl zet jij in als coach. Ik ben erg provocatief aangelegd, maar ik heb geleerd ook om bijvoorbeeld dus een boeddhistische houding aan te doen. Nog niet helemaal passend bij mij, maar ik kan hem wel inzetten daar waar nodig. Tijdens de opleiding schrijf je ook heel veel reflectieverslagen. Daarom loop je soms behoorlijk tegen de lamp met jezelf. Maar uiteindelijk groeien en groeien en kom je sterker in je schoenen te staan en maak je zelf zo'n filmpje als wat we nu zijn aan het doen, hoe ongemakkelijk dit ook kan voelen. Je wordt gestretched, je raakt uit je comfortzone en je comfortzone wordt verbreed. Hoe mooi is dat? Yes. Ook een leuke bijkomstigheid was het gegeven dat we les kregen van verschillende docenten. Zo heb je je hoofddocent, in mijn geval Marie-Thérèse Corbeil, maar heb ik ook les gehad van Anouk Dat. Zij gaf Pirelli-lessen. Een stukje intuïtieve coaching hebben we gehad en nog veel meer. Niet een stukje ondernemerschap. Dat maakt wel dat bij een bedrijf wat ik wel al was opgericht, ging groeien. En dat ik ook van de zakelijkere kant durfde te gaan kijken. En wat maakte dat ik dat eerst niet kon? Door het werk in mijn zorg gaf ik meer dan dat ik kon nemen. En nu durf ik ook te zeggen, oké, hier sta ik voor en dan een prijskaartje aan. Toen keek ik naar het volgen van de opleiding. Ik hoop dat ik je wat meer inzicht heb gegeven over wat de opleiding jou kan bieden. Twijfel je nog? Ik zeg gewoon, doen. Ga ervoor. Al is het alleen al voor je persoonlijke ontwikkeling. Heel veel succes!